beestjes denken van wauw. Weet je, mooi, maar in het echt weet je gewoon dat het gewoon een heks is. Ja. Ik ben daar gewoon veel zo ongemakkelijk van. Verschrikkelijk zieke vleeskaring, maar goed. Weet je, IKEA, het is nieuw voor mij, het logistiekbedrijf. Ik heb er helemaal geen verstand van. Nou, ik ga er gewoon naartoe. Ik heb daar een cursus gekregen van 2 uur. Ging natuurlijk twee op uur? Ja. Een echt lijk. Ja, en die lag er al 30 jaar. Stinkt dat ook? Nee, kunnen jullie tegen vieze dingen? Want anders ga ik het niet zeggen. Maar... Ik ga het meemaken. Als ik oud ga, dan nou, moet je de camera's besturen. Zeg maar, bijvoorbeeld, nou, als ik dan dit... was hier zo opgesneden en dan hier. Ja. En dan kon je zo opklappen en je zag alle precies... Je ziet gewoon letterlijk de onderdelen. Je ziet alles. Op een gegeven moment kreeg ik zo'n computertje in mijn hand... waar je dus producten moest gaan checken. En ik snapte geen zak van. Ik zet mevrouw zeg, hier heb je het. En dan succes. Ik dacht, oké. Nou, ik liep er gewoon 20 rondjes daardoor. En toen vroeg ik in één keer van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Onze familie is groot. Ik heb nu mijn familie 15 landen verspreid. En het is, we hebben echt... Jullie zijn een soort virus. Ongeveer, ja. Ze zitten overal. Eén pot nat. Ik denk altijd hadden. En op een gegeven moment ben ik back off en ik kan echt niet ver hardlopen. Dus ik ben gelijk met haar eerst keer 5 kilometer gaan hardlopen. En ik heb het gewoon volgehouden in één stuk. Zeg niet dat één stuk? Gewoon zonder pauze te houden? Ja, zonder pauze. Oh, ja. Dat trek ik echt niet. Ja, ik denk van, wauw, weet je, waar kom je van? Waar woon je? Dan ben je natuurlijk al gelijk nieuwsgierig. Ja. Maar vind je weinig van? Hij is klein, maar is wel heel strak gezet. Maar nu klink ik net alsof ik dit al maanden doe, maar dit is echt pas 3 weken aan de gang of zo. Ik heb wel eens dat ik zo stond dat iemand zegt, waarom heb je 1 en 2 op je arm? Ja. Als ik een obstakel of een tegenvaller heb of wat dan ook, ik kan erom lachen. Als ik het alleen had moeten doen, had ik het echt al niet meer gedaan. Ik loop nou echt als een gek te puff. Oh, nou niet te puff, maar zeg maar neus in, mond uit. Ik was ooit een bad boy geweest, absoluut. Ik heb mijn tijden wel gehad. Ja? Ja, precies. Isa, dankjewel. Want soms ook dat je een kotsgevoel hebt. En dan moet je gewoon denken van ja, en al kots ik dadelijk. Nou en?